weer een nieuwe voor DVS 33, al eerder geïnterviewd, net met de contractbesprekingen. Dat is Julian de Ruijten, ja. ja. Julian, je bent de geel-zwarte kleur een beetje gewend, hè? Ja, zeker. Vorig jaar DOS. En nou, hele, hele jeugd eigenlijk DOS. En nou, nu lekker in het geel-zwart bij DVS. Jullie vergeten altijd Kampen erachter te zetten, hè? Ja. DOS Kampen spreekt voor zich. Ja. <laughs> Even voor de DVS-supporters. Uh, ja, ja, sorry. Hey, ik, uh, ik zag je zaterdag spelen en uh, je, je voelde je gelijk als uh, vis in het water. Wat, wat, wat voor gevoelens had je zaterdag? Ja, zaterdag. Ja, eerste wedstrijd. En je wil je gewoon laten zien natuurlijk. Maar ik heb uh, ik ben er niet met spanning in gegaan of zo. Ik dacht gewoon uh, lekker wedstrijdje voetballen. En uh, nou, ik heb gewoon lekker mijn ding gedaan. Dat, uh, ja. En, en uh, dat ding doen, hè? Wat, wat, wat bestaat dat? Uh, waar bestaat dat volgens jou uit? Wat, wat vind jij lekker om uh, te doen? Ah, ik vind het lekker om uh, tussen de linies te komen, balletje ophalen en uh, spitsen wegsturen of zelf actie maken. En uh, ja, dat, uh, daar, dat is denk ik ook waar mijn kwaliteiten liggen. Een beetje aanvallen aansturen. En conditioneel heb je er volgens mij ook geen enkele moeite mee? <laughs> uh, nee, nee. In de vakantie ook veel doorgelopen. En, uh, Gehouden en uh, nou ja, is uh, ja, ik houd het al lang vol. Kortom, Julian, uh, ambitie genoeg, ja, zeker. Tuurlijk, echt wel. ja, bij, op, op welke leeftijd begon je met voetballen? Al vijf jaar of zo, ja, gelijk bij de voetbalschool begonnen. En, uh, en toen, uh, natuurlijk, gelijk al uh, selectieteams. Ja, toen uh, selectieteams doorlopen en uh, nou ja, toen uh, in de eerste gekomen. Ja, en op welke leeftijd, volgens mij, al heel jong. Uh, ik begon met meetrainen geloof ik toen ik net 18 was. Nou, dat viel nog wel mee hoe jong. Ik was wel tweedejaars A. Maar toen ben ik erbij gekomen vanaf de winstop uh, als A-speler heb ik toen alles daar gespeeld uh, na de winstop uh, De eerste weken... Uh, je, je hebt natuurlijk begin juni uh, een paar uh, trainingen meegemaakt. En nu dan de, de, de afgelopen week. Uh, ja, kun je daar wat van zeggen? Ja, ik heb hartstikke naar mijn zin Ik vind uh, ja, ik vind het echt leuk. Gewoon niveauverschil is heel goed te merken. En uh, ja, leuk dat je ja, dus gewoon lachen dat je op dit niveau uh, mee mag doen. En, uh, ja, gewoon, het kan alleen maar leuker worden. Zo ga je er ook helemaal in. We zullen wel zien hoe of wat. Ja, nee, ik zie wel uiteindelijk. Ik doe gewoon uh, hartstikke goed mijn best. En uh, ah, daar komen kansen vanzelf. Precies, zo is dat. Dus uh, voor jouzelf denk ik uh, dat, dat het gaat om de, de leermomenten in, uh, in dit eerste jaar. En wie weet, uh, pak je zomaar uh, hier en daar een, een hele wedstrijd mee? Ja, zeker. Uh, ja, dit eerste jaar is gewoon uh, puur investeren in mezelf. En uh, natuurlijk wil je zoveel mogelijk spelen en uh, ook in het eerste. Maar ik wacht gewoon rustig mijn kansen af en uh, ik hoop dat ze vanzelf komen. Wat vind jij uh, van jezelf het sterkste punt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ah, bescheiden. Het is moeilijk bescheiden te blijven, maar Wat nou Nee, wat vind ik het uh, sterkste punt van mezelf. Uh, ja, ik, denk, uh, ik denk dat mijn eerste aanname altijd naar voren is en 9 van de keer wel goed. Waardoor ik mezelf in mijn aanname vaak vrij speel. Dat, dat, ja, dat denk ik. Ja, dat, is, uh, dat is heel erg mooi. En uh, daar hebben we de tweede helft al uh, inderdaad uh, een aantal momenten van uh, meegekregen. En uh, ja, dat heel goed gedaan hebben, dat je om zomaar van zo'n tweede divisionist, allemaal uh, mensen met routine, daar nou, gewoon zomaar met 3-2 te winnen, te midden van ook nog andere jeugdspelers. Hè? Ja, nee, dat is toch hartstikke mooi dat dat zo uh, met een jong elftal, hè? dat je zo uh, twee divisie uh, verslaat. Ja, dat is hartstikke mooi. Nou, we wensen je heel veel succes, een hele leuk weekend uh, gewenst in uh, Groesbeek. En uh, ja, wie weet waar het uh, allemaal gaat eindigen dit seizoen. Uh, heel veel uh, succes in ieder geval, uh, Julian. Hartstikke bedankt.